Er zijn nieuwe glitches in Fortnite. Maar wat kan je er eigenlijk mee? Wacht, wat? Welkom in deze video, mijn naam is Alex en vandaag gaan we wat doen in Fortnite wat eigenlijk niet mag, namelijk cheaten. Wij gaan namelijk een kijkje nemen naar alle glitches die op dit moment werken in Fortnite. Wil jij nou ook ontzettend graag dat al deze glitches ook voor jou werken? Dan zou ik zeggen, klik dan binnen 5 seconden op dat duimpje omhoog. En misschien geeft dat jou wel extra geluk bij het uitvoeren van de glitches die ik jullie in deze video ga laten zien. Stel je bent al geabonneerd of je gaat nu abonneren op mijn YouTube kanaal, dan maak je kans op een gratis skin in Fortnite. Ik kies namelijk één iemand uit in de reacties die hieronder deze video zijn Epic Games naam achterlaat en die ga ik toevoegen en die gift ik een Fortnite skin. Dus wil je nou een gratis skin winnen in Fortnite, dan zou ik zeggen abonneer zo snel mogelijk en laat natuurlijk jouw Epic Games naam achter hieronder in de reacties. We zitten weer in de Halloween periode en speciaal daarvoor brengt Fortnite super veel Halloween skins uit. Wil je nou eens zo'n Halloween skin kopen, dan zou ik zeggen gebruik dan zeker code MIAFARTKUN Griekse IT in de item shop. En stel je gebruikt mijn code al of je gaat dat nu doen, laat dat dan weten door hieronder in de reacties te zetten. Ik gebruik jouw code en dan zal ik jouw comment een hartje geven. Laten wij maar de game induiken en laten we een kijkje nemen naar de eerste glitch. Voor al deze glitches ga ik naar de game mode playground, omdat ik geen andere mensen lastig wil vallen met natuurlijk al deze glitches. Glitches is ook verboden in Fortnite, dat moet ik er zeker bij vertellen. En het kan je zelf soms wel je account kosten. Dus ik kan zeggen, kijk er zeker mee uit. We zijn aangekomen in playground en zoals je kan zien is al de hele map veranderd met een heel Halloween steltje. En daarachter zie ik zelf Kevin de Q, wat super dope is. Wij moeten een beetje naar de bovenkant van de map. En ik weet zelf niet precies hoe de hele map op het moment in elkaar zit. Maar ik weet wel dat Frenzy Farms aardig in het midden ligt. Dus vanaf Frenzy Farms kunnen wij makkelijk naar Craggy Cliffs. En dat is ook de locatie waar wij moeten zijn voor de eerste glitch. Eén probleempje, ik ben alleen iets te vroeg geland volgens mij. We zijn tenminste wel aangekomen in Craggy Cliffs. En zoals je hier kan zien moet ik hier dus naar achter lopen. Want hierachter hebben wij het volgende huisje staan. En dat is dit huisje wat wij gelijk hier hebben. En wat we hier moeten doen is wij lopen gewoon heel simpel, bam, de deur in. En is hier een trap? Nee. Nou, dan moeten we maar gaan hakken. Het spijt me voor degene die hier woont, want we zijn zijn hele vloer aan het slopen. Maar ik moet hier gewoon onderkomen. Want als ik hier door de grond ga hakken, zie je als het goed is gelijk al inderdaad de eerste glitch. En de eerste glitch is dus een onder de map glitch. Dan kunnen we ook nog de rest weghakken. Hier zit namelijk ook nog een hele vloer onder. En inderdaad, zoals je kan zien, er zit gewoon letterlijk een heel groot gat midden in de map onder dit huisje hier in Craggy Cliffs. Voor de mensen die het niet weten, het is dit huisje links onderin Craggy Cliffs, zoals je hier kan zien. Daar zit ik op het moment in. En als je daar helemaal naar beneden gaat, kom jij in de keuken aan van een restaurantje. En in dat restaurantje zit een under the map glitch. Maar dit is niet zomaar een glitch. Je kan namelijk niet onder de map. Fortnite heeft alle under the map glitches namelijk gepatcht. Maar dit is wel een hele leuke manier om jouw vrienden te kunnen trollen. Stel hier loopt een vriend van je, dan zeg je van yo, we kunnen onder de map. En wat er dan gebeurt als je onder de map gaat is het volgende. Je gaat gelijk dood. Laten we maar gelijk doorgaan naar glitch nummer 2. Voor de tweede glitch moeten wij natuurlijk naar het nieuwe eilandje. Het nieuwe soort zombie eilandje natuurlijk. Wat erin is gedaan voor Fort Nightmares. En hier kunnen wij, zoals je kan zien, een hiding spot vinden. Want hierin kunnen wij landen. Hierin kunnen we zitten. En je bent nu gewoon niet meer opvallend. Stel je hebt een wapen in je hand, kan je daar nog met dat wapen richten natuurlijk. Mijn Galaxy skin geeft gewoon licht, waardoor die lichtjes er allemaal uitkomen. Zeker met die pickaxe valt het nog. Oeh, ik kan er zelfs nog meer in, joh. Oké, dit is top. Dit is dus de nieuwe hiding spot. En je ziet alleen nog maar een heel klein stukje van mijn pickaxe eruit komen. En zoals je kan zien, oh, dan moet ik hem weer terug goed inzetten. Kijk, deze hiding spot is aan de rechterkant van het nieuwe eilandje. En het is dus een nieuwe wall breach glitch. Dus moet je een keertje verstoppen en denk je dat een bosje tegenwoordig geen zin meer heeft, dan zou ik zeggen, ga zo snel mogelijk naar deze steen en verstop je hierin. En hopelijk kan je dan die game winnen. Ga gelijk door naar glitch nummer 3. En voor glitch nummer 3 zijn wij al lekker in de buurt. Want wij moeten hier eventjes een wapentje vinden. Hoppakee, hebben we gelijk gevonden. En wat is dit voor wapen? Dit is een sniper. En we hebben een boot. Een boot zodat ik iets aan jullie kan laten zien. Want zoals je hier ziet, zie jij hier deze boom. En dit is een speciale boom. Al deze bomen die er eigenlijk zo uitzien natuurlijk. Al deze soort bomen die je hier ziet staan met die blaadjes hier zijn best speciaal. En dan heb ik het dus niet over de kleine boompjes, maar over de wat grote bomen. Dus ik hou eerst even alle steentjes weg, want dan kan ik jullie de volgende glitch laten zien. Want voor de volgende glitch kunnen wij, zoals je kan zien, gewoon normaal op een boot schieten. Maar je kan dus ook
door deze boom op een boot schieten. En dus ook gewoon op personen die erachter staan. Ik gebruik nu eventjes deze boot als schietschijf, zodat je kan zien dat ik daadwerkelijk er doorheen schiet. En ik damage de boom zelf ook niet. Al mijn kogels gaan, zoals je kan zien, recht er doorheen. Misschien ging die er net een beetje langs, maar kijk. Alles gaat er recht doorheen. En wat gebeurt er als schiet ik op het kleine boompje? Dan krijgt dit boompje gewoon heel veel damage. Maar dat is dus niet het geval bij deze grote boom. Wat ik ontzettend raar vind. Dus voor de volgende keer zal ik net wat meer uitkijken. Achter welke boom je wil verstoppen. Om de kogels te ontwijken. Want stel je verstopt je achter deze boom. Kunnen mensen er daadwerkelijk gewoon doorheen schieten. We gaan gelijk door naar glitch nummer 4. Want voor glitch nummer 4 hebben wij een vishengel nodig. Toevallig ligt hier voor me. En zoals je natuurlijk weet, kan je vissen in het water. Maar wat gebeurt er al ga je op het land vissen? Dan komt je hengel gelijk terug. Maar laten wij gewoon een klein stukje lopen. We gaan gewoon een klein stukje weglopen van het water. En dit is dus een glitch waarmee jij overal kan gaan vissen. Waar je ook loopt. Stel je loopt op het land waar ik nu bijvoorbeeld loop. Dan kan je natuurlijk je hengel zo gooien. Gebeurt er niks. Maar met deze glitch kan ik dus gewoon letterlijk op deze plek vissen. Zoals je hier kan zien. Wat ik namelijk doe is ik gooi mijn hengel echt vlak onder mijn voeten eruit. En zoals je kan zien zit die gewoon in het water. Ik moet alleen eventjes opletten of de dobber onder water gaat. En dat kan ik gewoon zien omdat de hengel natuurlijk dan een kleine beweging maakt. En dan kan ik gewoon letterlijk loot krijgen. Terwijl ik gewoon in de middle of nowhere rond kan lopen. Wat super tof is. En zoals je kan zien hebben we gewoon een visje gevangen. Terwijl we midden op het land staan. En dit is een hele rare glitch. Maar waarom die eigenlijk onder de map in het water gaat. Is omdat er onder de map water ligt. En eigenlijk glitch je met deze glitch natuurlijk gewoon je vishengel onder de map door. En die vishengel gaat dan gelijk naar het water wat onder de map ligt. En daarin kan je natuurlijk gaan vissen. Dus voor de volgende keer als jij wil gaan vissen. Omdat jij bijvoorbeeld extra healing of extra loot wil hebben. Maar er is geen eens meer water in de cirkel. Dan kan je dus gewoon deze glitch gebruiken. Om overal te kunnen vissen. Voor de volgende glitch ga ik gewoon een normaal solo potje starten. Ik ga deze glitch inderdaad gewoon doen in solo's. Dit is namelijk een glitch waarmee jij geen fall damage kan krijgen. Dat kan ik natuurlijk het beste laten zien in de game mode solo's. Voor deze glitch gaan wij naar Steamy Stacks. En in Steamy Stacks hebben wij, zoals je hier kan zien, waar ik dus net al van afkom, de kabelbaan staan. En deze kabelbaan gaan wij vandaag gebruiken voor de glitch. Wat we namelijk nodig hebben voor deze glitch is een kabelbaan en water eronder, want dan kunnen wij namelijk een glitch uittesten waarmee jij dus geen fall damage kan krijgen. Maar eerst wil ik dan eventjes wat materials hakken, zodat ik jullie straks dan ook daadwerkelijk kan laten zien dat je ook geen fall damage kan krijgen. Dus laten we dat eerst doen. Het spijt me voor degene van wie al deze auto's zijn, maar ze moeten er toch afscheid van nemen. Oh, jeetje! Wat was dat? Laten we gewoon doen alsof dat... Wow, nog een keer! Laten we gewoon doen alsof dat gewoon allemaal niet gebeurd is. Ik ga geen auto's meer omhakken. Laat dat maar... Er zit er nog één. Ah, ga weg. Laten we dat gewoon maar niet meer doen. Ik schrok daar oprecht super erg van. Wat we nodig hebben voor deze glitch is een kabelbaan. En wat er gebeurt als je op een kabelbaan gaat, is dan krijg jij een paarse gloed om je heen. En je moet er ook voor zorgen dat er water onder de kabelbaan dus ligt. Wat er dan namelijk gebeurt, als jij hiervan afvalt, is die paarse gloed zorgt er eigenlijk voor dat je geen fall damage krijgt. Maar het water zorgt daar dus ook al voor. Dus eigenlijk hou je het anti-fall damage effect nog eventjes wat langer. Dus wat we moeten doen, is wij moeten in het water springen. En dan kunnen we kijken of het heeft gewerkt. Dus laten we springen in 3, 2, 1, let's go. En dan gaan we in het water landen en heb ik hem nog. Oh ja, zeker. Hoppakee, zoals je kan zien heb ik dus nu een paarse gloed om me heen. En ik moet nu dus niet gaan springen, want dan zou het uitwerken. Maar wat ik wel kan doen, is ik kan een stukje omhoog gaan bouwen. En dan kunnen wij erachter komen of het daadwerkelijk werkt. Want normaal zou je natuurlijk doodgaan, want ik zit in een solo potje. Dus stel je zou van echt super hoog naar beneden vallen, dan zou je gewoon doodgaan. Maar ik heb de paarse gloed nog om me heen. Dus wat wij dan gaan doen, is ik loop hier gewoon naar beneden. En normaal val je hier dus dood. Maar wat er nu gebeurt, is dit. Je overleeft het gewoon. Dit is ook echt een super handige glitch. Stel je wil een Stairway to Heaven doen. Wat natuurlijk tegenwoordig echt super lastig is om te doen. Omdat je heel vaak naar beneden wordt geschoten. Glider redeploy is er ook niet meer. Dus je zou ook niet makkelijk van je stairway af kunnen gaan.
Dus deze glitch zou je daar misschien mee kunnen helpen om een Stairway to Heaven te doen in chapter 2. Oké, de mensen, dit waren alle glitches die ik jullie wou laten zien. Ik wil jullie allemaal ontzettend erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou tof? Zo ja, klik dan natuurlijk nog eventjes op dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En klik natuurlijk een van deze twee filmpjes aan die jullie hier in beeld kunnen zien. Stel je wil natuurlijk nog een video zien. Maar dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij een nieuwe video. Laters.